Vandaag is het Pasen. Ja. En dan komt de paashaas. Mm-hmm. En Guusje heeft heel mooi versierd, hè? Ja. Ja. Kijk maar eens hier achter jullie. Stal heeft ze mooi versierd. En kijk eens hier. Oh. Sterren heeft twee mooie paaseitjes in de oren hangen, Guus. Mm-hmm. Heb je ook heel mooi gedaan. En de poppetjes voor Guus hebben een knuffeltje. Ja. En er staan allemaal lekkere eitjes op de tafel. Nou, en zullen we dan nou een mooi paasverhaaltje gaan vertellen? Ja. Ja? Oké. Okay. Dan pak ik even het verhaaltje en dan komen we zo weer terug. Ja? Tot zo. Tot zo. Hallo. Hallo. Daar zijn we weer. Ik heb het verhaaltje gepakt. Ja. En het verhaaltje gaat over Tom en Floor. Tom en Floor, ja. Ja. En Tom en Floor, die worden 's morgens wakker in hun bedje. En dan roepen ze, papa, mama, wakker worden. Gaap, gaap. Gaap, gaap. Het is Pasen. Opstaan. En papa en mama, die staan op. En mama gaat heel gezellig de tafel klaarmaken. Met allemaal lekker broodjes en lekker drinken. En onder het eten zegt mama, ik heb de paashaas in de tuin gezien. En die heeft allemaal eitjes verstopt. Mogen we ze gaan zoeken? Natuurlijk, zegt mama. Kom maar, hou de jas en de schoenen aan. En papa, die helpt ook mee. En als ze de schoentjes aan hebben, rennen ze naar buiten. En Tom ziet het eerste eitje al liggen. Ja. Oh, mama, ik heb er eentje. Mag ik hem opeten? Nee, zegt mama. Die doen we allemaal in een mandje. Jij hebt ook een mandje, hè? Die staat nou binnen. Zullen we hem even gaan halen? Ga maar halen, kom. Zo, Guusje heeft het mandje gehaald. Laat het maar eens zien wat jouw mandje is. Een mooi mandje met een paashaas. Kom maar gauw zitten, Guus. Dan gaan we verder met het verhaaltje. Moet ik even naar de huis nemen? Ja, kom maar, dat mag wel. Ik mag wel. Wil je hier zitten zo? Hier neerzetten? Ja. Ja? Goed zo. Mama geeft het paashaasmandje aan Tom, maar ook aan Floor. En ze gaan snel verder met de eitjes zoeken. En als het mandje vol is, dan zijn de eitjes allemaal gevonden. En dan gaan ze weer gezellig naar binnen. En papa heeft lekker koffie gezet voor mama. En voor Tom en Floor een glaasje limonade. En samen gaan ze lekker van de eitjes snoepen. Maar niet te veel, hè? Want anders krijgen we buikpijn. Weet je, zegt mama, ik heb een goed idee. En Guusje ook, denk ik, hè? Mama zegt, we gaan knutselen. Voor de Pasen. Nou, dat vinden Tom en Floor geweldig. En mama pakt allemaal spulletjes om te knutselen. Kijk. Dit zijn Tom en Floor. Die hebben de paaseitjes gezocht. En nou gaan ze knutselen. Kom maar eens mee, Guus. Wauw. Wij hadden een filmpje gezien op Zon-TV van Cerelo. En er was, wie was er op dat filmpje? Wie was daar aan het knutselen? Een meisje, zei jij, hè? En wat had dat meisje geknutseld? Een kip. Een kip, een hele mooie kip, hè? Wil je nou laten zien? En Guusje zei, ik wil die kip ook maken. Kom maar. En vanmorgen hebben we dus al een kip gemaakt. Laat maar kijken hoe mooi hij is geworden. Ja, iets lager. Ja, goed zo. Kijk eens wat een mooie kip. Nou, ik vind dat Guusje applaus krijgt, hoor. Goed gedaan, Guusje. En dank je wel, Ramona, voor de leuke paasknutseltip. Kijk, zetten we mooi hierbij. Hapsa. Laat het feest maar beginnen, hè. Ik wens jullie allemaal samen met Guusje een hele fijne paasdag. Geniet van alles en tot snel weer. Dag! Doei doei! Zeg je ook even dag tegen iedereen? Doei!
Ja, goed zo.